Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer heel leuk speelgoed voor jullie. Dit gaat meer over een inrichtingsvoorwerp dan een speelgoeddingetje, want dit is een Orbeez lamp. Misschien kennen jullie deze lampen wel. En Orbeez, dat zijn van die kleine pareltjes. En als je die dan in het water legt, dan wordt het een soort van... Ja, dan wordt het van die bolletjes, grote bolletjes. De lamp is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Ik zou zeggen, we pakken hem eens eventjes uit en dan gaan we eens even bekijken wat erin zit. Zo ziet de Orbeez lamp er nou uit. Hij ziet er best eenvoudig uit, maar als je dan even goed kijkt, dan zie je hier allemaal van die kleine pareltjes of kraaltjes en dat zijn de Orbeez. En als je die dan in het water laat weken, dan worden het echt van die grote parels. En die vullen dan deze lamp. Ik ben erg benieuwd. En uiteindelijk zou deze lamp dan ook echt moeten werken. Je moet er dan batterijen in doen. Hier is ook een aan- en uitknop. En hier zie je dan de Orbeez. Ze zien er echt uit als kleine kraaltjes. Daar zou je eventueel ook nog eens sieraden mee kunnen maken. Maar wij gaan er een lamp mee maken. Ik heb eens even naar de handleiding gekeken, maar die is helemaal in het Frans. Dan moet ik eerst eens eventjes een andere handleiding hebben. Maar ik zou zeggen, in de volgende video gaan we eens uitproberen wat je allemaal kunt doen met de Orbeez. En dan gaan we eens kijken hoe je deze lamp kunt maken. Dan ga ik er natuurlijk ook batterijen doen en kijken of de lamp werkt. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Laat me maar in de reacties weten of jullie al eens wat hebben gedaan met de Orbeez. Misschien hebben jullie ze zelf ook wel thuis. Wat hebben jullie er dan mee gemaakt? Dat vind ik leuk om te weten. Geef me een duimpje omhoog voor de video. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!